ik zou u graag willen vragen om uzelf voor te stellen. Nou. Uw naam, geboortedatum. Is het de bedoeling dat ik alle namen zeg? Ja, zeker, als u er zoveel heeft. Ik leek Beatrix wel, ja. Shirley Bueno Bibas. Mijn tweede naam is Rudolfa. Ik ben aan mijn grootmoeder en mijn vader genoemd. En uw leeftijd? Ik ben in 1932 geboren. En het geboorteland? Ik ben geboren in Nieuw-Nigeria en Suriname. Goed. Mag ik gelijk even? Kunt u dit gewoon in één keer zelf achter elkaar, ja, vertellen? Ja hoor. Ja? Ik ben Shirley Rudolfa Bueno Bibas. Ik ben geboren in Hampton Court Polder. Dat is het district Nigeria, Suriname. Leeftijd? Ik ben geboren in 1932, dus ik ben nu 70 oud. U heet Bueno Bibas, een dubbele naam heeft u. Ja. Is dat een gebruikelijk iets in Suriname, de dubbele namen? Dat komt vaker voor in Suriname. Dat komt vooral voor bij afstammelingen van Portugezen en Spanjaarden. En ik ben een afstammeling van een Portugese Jood. Kunt u iets meer vertellen over uw voorouders, de Portugese Joden die naar Suriname kwamen? Voor zover ik weet zijn ze in 16 zoveel in Suriname aangekomen. Via omweg Brazilië, Cayenne en toen naar Suriname. En wat deden uw voorouders in Suriname? Waarom kwamen ze naar Suriname? Nou, die zijn gevlucht omdat de Joden vervolgd werden in Europa. Een van de landen die niet vervolgd in het begin was Frankrijk. En vandaar dat ze eerst naar Portugal, naar Brazilië zijn gegaan. Maar toen de vervolging daar ook kwam, zijn ze eerst naar Cayenne gegaan en nadien naar een Nederlandse kolonie, want in Nederland werden de Joden niet vervolgd. En wat was het beroep van uw voorouders? Dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat ze gewoon in de handel zaten. Wat ik van mijn grootvader weet, is dat hij een eigen school had in Suriname. De Malibatumstraat. Hij heeft ook een geschiedenisboekje geschreven. Zijn naam is Rafael. Rafael Bueno Bibas. Rafael Bueno Bibas. Ja. En hij was op een gegeven ogenblik was hij uitgestoten uit de Joodse gemeente, omdat hij met een negerin getrouwd was. Hij was getrouwd met een goressen. Van de kant van mijn vader weet ik niet zoveel, maar ik weet wel dat hij later toch weer door de gemeente is toegelaten. En uw vader, welk beroep had hij? Mijn vader was onderwijzer. En u zelf? Van huis uit? Van huis uit heb ik in het onderwijs gezeten. Ik heb later in Nederland heb ik op kantoor gewerkt. En nu heb ik mijn eigen bedrijf. Daar komen we straks op terug, over uw werk in Nederland. Ik wilde naar Suriname teruggaan. Hoe woonde u in Suriname? Hoe woonde het gezin in Suriname? U zegt dat u in Nigeria bent geboren. Ik ben in Nigeria geboren. Daar hebben we eigenlijk alleen met mijn vader en moeder gewoond. In Paramaribo waren we meer in de grootfamilie. Dus met mijn grootouders en mijn overgrootouders. Was dat gebruikelijk om met de ouders dat te wonen? Dat was in die tijd. Als je de ruimte had, was dat vrij gebruikelijk. Hoe zag het huis eruit waar deze familie in woonde, uw familie? Nou, dat was een vrij groot huis, want mijn moeder is heel ziek geworden na de geboorte van, of een miskraam van haar vierde kind. Dus toen zijn we bij mijn grootouders en overgrootouders van moederskant geweest een hele tijd. Want mijn vader werkte toen in het district en je had toen alleen in Paramaribo een ziekenhuis. En ze moest regelmatig behandeld worden. En in het huis woonden behalve mijn overgrootmoeder, twee overgrootmoeders, woonde mijn grootmoeder.
Mijn grootvader die werkte op plantage, dus die kwam alleen zaterdag kwam hij thuis. Maar mijn oom, de broer van mijn moeder, een tante, zuster van mijn moeder, en ze hadden een pleegkind. Hoe heeft u dat ervaren, een huis vol familieleden als kind? Heerlijk. Ja, wat ik was daar zo prettig met, aan? Ik denk er nog altijd met plezier aan terug. Vertel eens. Nou, een anekdote bijvoorbeeld uit die tijd. Ja, nou, het leuke was dat als je als kind ondeugend geweest was, mijn oom die nam daar eigenlijk de taak van de vader zo'n beetje over. Dat was vroeger eigenlijk meer een strenge taak, wat eigenlijk niet mijn vader was, want die was helemaal niet zo streng. Maar dan kon je vluchten naar je overgrootmoeder of je grootmoeder en dat was het. En mijn ene overgrootmoeder die was vrij klein en die droeg altijd een kotto. Dus een, kunt u zeggen wat het is? Een kotto, dat is de Surinaamse dracht. Dat is een hele grote wijde rok met een kort jakje aan de bovenkant. En dan konden we achter die wijde rok wegkluipen. En dan was het altijd, ach, Libab Chimba, Youssef bij Ogri Toudi Bib Ching. Dus dat was dan, was het altijd de steun. En als ze gekookt had, dan gingen we altijd om erheen staan. Want ze vond het eten van haar dochter nooit lekker. Dus ze kookte iedere dag haar eigen potje. En nou, dan stonden we er allemaal omheen en dan kreeg iedereen een hapje. Wat u zeggen wilt, als ik het goed begrijp, dat er altijd iemand was die het opnam voor het kind. Voor u altijd in feite. Altijd opnam voor het kind. Ja, ja. En hoe was het contact met de andere kinderen die in het huis verbleven? We waren niet met veel, we waren maar met z'n drieën. Dus het contact was vrij goed. Kunt u bijvoorbeeld wat spelletjes beschrijven uit die tijd die ja, u deed? S'avonds deden we heel veel spelletjes. Maar overdag, de kinderspelletjes die we deden waren knikkeren, joel, touwtjes springen, tollen. Mijn broer die had van mijn oom een auto cadeau gekregen, van hout gemaakt met wielen. Nou, die moesten we dan voortduwen, want er zaten geen trappers op natuurlijk. Dus dat waren de spelletjes die we deden. Ik was meer jongensachtig, dus ik ging meer met de buurjongens. Gingen we vissen of leguanen jagen. En natuurlijk de vruchtbomen roven, want we hadden een enorm grote tuin. Een heel groot perceel waarvan alles op groeide. De kippen, eenden. Mijn grootmoeder, dat vond ik altijd leuk, die ging altijd met een mandje met eieren naar de winkel om boodschappen te doen. Dus ruilhandel. Een beetje ruilhandel was er ook bij. Ja. Kunt u zeggen dat het gezin waar u uit voortkomt het financieel goed had in die tijd? We hadden het redelijk goed. Voor die tijd hadden we het redelijk goed. Want als ik naar school ging, ging ik met een tas vol met fruit. En daar stond de hele boel stond naast je, want de kinderen die zelf in Paramaribo woonden. Want wij woonden aan de rand van Paramaribo, die hadden het minder goed. U vertelde daarnet dat uw familie oorspronkelijk uit Europa kwam, een Joodse achtergrond had. Speelde de religie nog mee in uw jeugd binnen het gezin, het grote gezin? Nee, dat was juist het gekke. Dat speelde helemaal eigenlijk niet. Mijn moeder die was heel gelovig. Die was van wat we in Suriname de Bon Bon Kerkie noemen. Dus de vrije evangelisatie. Dat was een gemeente die eigenlijk uit Amerika kwam. Mijn overgrootmoeder, de kleine met de korte over wie ik het had, ik zal de naam maar noemen, die heette Ida, maar ze werd door iedereen Maida genoemd. Een samentrekking van Maida. Die heb ik eigenlijk nooit bezig gezien met dingen van geloof. S'avonds werd er een liedje gezongen voor je naar bed ging. Wat voor soort liedje was dat? Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn oogjes beide toe. Heere, houd ook deze nacht weder over mij de wacht. Dus dat waren dat. Uit welke traditie komt dit liedje? Nou, ik denk dat het komt uit de traditie van de vrije evangelisatie. We werden ook niet gedwongen. De zondags moesten we eigenlijk naar de zondagsschool, maar het werd nooit opgelegd dat je moest gaan.
Je was er eigenlijk vrij in. Uw jeugd kunt u dus beschrijven als... Ik heb een hele prettige, heel gelukkige jeugd gehad. En nadat mijn moeder overleden was, zijn we eigenlijk een beetje... Ja, door de, zowel van vader als moederkant, zijn we een beetje door de familie verwend. Hoe oud was u toen uw moeder overleed? Ik was 10 jaar. En wat gebeurde er na uw 10e? Na mijn 10e ben ik nog een hele poos bij mijn grootouders geweest. En nadat mijn vader terugkwam in Paramaribo om te werken, zijn we bij hem gaan wonen. Dat was aan de Hofstede Krullaan, dat was ook een groot huis en daar woonden 2 van zijn zusters. Eén had geen kinderen, die zat in het onderwijs en de oudste die had 6 kinderen, dacht ik. En toen was, en een heleboel pleegkinderen, dus toen zaten we in een vol huis. Even chronologisch, u vertelde dat u in Nikeri bent geboren, mm-hmm. maar u heeft daar niet gewoond? We hebben gewoond, ik ben op mijn 5e jaar ben ik naar Paramaribo gegaan. Op 5e jaar naar Paramaribo en niet meer teruggekeerd naar Nikeri? Nee, niet meer gewoond. Goed. U bent in Paramaribo groot geworden. Ja. Mm-hmm. En bent u tot late leeftijd in Paramaribo gebleven? Tot wanneer kwam u naar Nederland toe? Ik ben in 1964 naar Nederland gekomen en tot die tijd heb ik in Paramaribo gewoond. Hoe oud was u in 1964? 33 of 34, dat weet ik zo niet uit het hoofd. Bent u in Suriname getrouwd geweest? Ik ben in Suriname getrouwd geweest. En hoe heeft u partner leren kennen? We waren buurjongens. Het was een buurjongen. Of hij woonde in de buurt, die verre uit de buurt. Had u in Suriname ook een beroep? Werkte u? Ja, ik heb in het onderwijs gezeten. Ook na uw huwelijk? In het begin niet. Want in het begin was het zo, dat als je getrouwd was, dat je niet meer in het onderwijs mocht blijven. Dus op een gegeven ogenblik ben ik andere dingen gaan doen. Ik heb handenarbeid gedaan en coupeuse. Dus dan werkte ik thuis. Ik maakte leren voorwerpjes, gebruiksvoorwerpen. Ik ben een cursusje begonnen en daar heb ik handenarbeid op gegeven. Maar op een gegeven ogenblik, na een jaar of 4, ben ik opgeroepen weer om in het onderwijs te gaan werken. Want het was de tijd dat er heel veel onderwijzers van Suriname naar Nederland kwamen. En op een gegeven ogenblik was er gewoon een enorm tekort aan onderwijzers. Dus toen zijn ze de getrouwde vrouwen. Die niet meer mochten werken of niet meer konden werken. Die hebben ze toen weer opgeroepen. Ik weet nog dat ik in verwachting was van mijn jongste. En ik zei aan mijn tante, ik zeg, kijk wat een pech. Dan ben ik nu net een maand zwanger en dan word ik opgeroepen voor het onderwijs. En die zegt, nou, dan ga je toch werken. Oktober heb je vakantie, dan heb je alvast een paar maanden gewerkt. Dus dat heb ik toen gedaan. En na de bevalling ben ik toen ook weer gaan werken. U zegt, na de geboorte van uw jongste, u bent in Suriname getrouwd. U heeft uw kinderen in Suriname gekregen. Mm-hmm. Kunt u meer vertellen over uw kinderen? Nou, ik heb 3 dochters. De ene is uit 1950, die heet Cheryl. In 1953 is Andrea geboren, die meestal Anneke genoemd wordt. En de jongste is Deborah. En die wordt Debbie genoemd en die is in 1955 geboren. Zijn zij ook in Nederland woonachtig? Ze zijn alle 3 in Nederland woonachtig. Op een gegeven moment bent u van Suriname naar Nederland gekomen. Ja. En dat was, zei u, in welk jaar? In 64. 64. Met uw gezin? Nee, ik ben alleen gekomen. Ik ben op vakantie gekomen. Want ik was net gescheiden en ja, ik had het een beetje moeilijk.
zat met mezelf in de knoop. En toen zei mijn vader, ga jij maar eens een keer op vakantie. Dus de kinderen zijn toen bij mijn tante gebleven. En toen ben ik naar Nederland gekomen. En na een maand waren er wat problemen in Suriname en toen ben ik hier gaan werken. En op een gegeven moment hebben we beslist om de kinderen ook hier te laten komen. Omdat het salaris in Suriname, daar zou ik me niet mee kunnen bedruipen, de drie kinderen. Want financieel had ik het ook redelijk toen ik getrouwd was. En die kinderen zaten op een particuliere school. En ja, op een gegeven ogenblik lukte dat niet met mijn salaris, omdat ik problemen had met de financiën. U bent toen in Nederland gaan werken. Waar was dat? Het eerste waar ik hier gewerkt heb, was op het gemeentegirokantoor. Dat zat toen op de Singel, op Hoek van de Singel en de Rozengracht, geloof ik. Maar u kwam uit het onderwijs? Ik kwam uit het onderwijs. Benamen. En welke functie had u in Nederland? Ik heb gezeten op de afdeling boekhouding. En toen ik er kwam en ik hoorde dat, want ik had in Suriname, had ik twee gedeeltes van de advocatenopleiding gedaan. En ik heb daar middelbaar ambtenaren gedaan. Want ik had ontzettende last aan mijn stem. Die viel iedere keer weg. Later bleek dat het door kouvatten kwam. Dus eigenlijk wilde ik het onderwijs vaarwel zeggen. Dus toen ik hier kwam en ze zagen dat ik diploma's had op administratief gebied, toen hebben ze me in dienst genomen. En toen ik er kwam, toen eigenlijk een accountant die er werkte, Ruud de Beer, die zei, welke diploma's heb je allemaal en zo. Hij zegt, nou, daar heb je recht om, want voor zo en zo benoemd te worden. Kunt u die diploma's opnoemen? Want u heeft het gehad over het onderwijs. En onderwijs. Ja. En nadien heb ik middelbaar ambtenaren gedaan. En ik heb twee gedeeltes van de advocatenopleiding gemaakt. Inleiding tot de rechtswetenschappen en strafrecht. En op grond daarvan werd u dus aangenomen? Genomen als administratief medewerker. Hoe lang heeft u daar gewerkt? 2 jaar. En in die 2 jaar merkte ik dat als je het diploma Nederlandse correspondentie had, dat gold het voor 2 associatiediploma's, dus die heb ik toen gemaakt. En aangezien mijn man thuis boekhouden les gaf, was er een heleboel blijven hangen. Dus toen ben ik hier op een cursus gegaan, boekhouden, en toen heb ik ook nog mijn boekhouddiploma gehaald. Nou, toen zaten ze een beetje moeilijk op het girokantoor, want zou op een gegeven moment toch een benoeming moeten doorkomen. Maar ik ben toen gaan solliciteren op andere plaatsen. Goed, daar komen we straks op terug. Uw aankomst in Nederland, dat was in de eerste plaats vakantie. En u bent er meteen achteraan gebleven. Bent u eerst teruggegaan? Ja. Nee, ik ben helemaal niet teruggegaan. Wat waren op dat moment uw verwachtingen toen u hier bleef? Nou, de enige verwachting die ik had was, want ik heb het toen besproken met een maatschappelijk werkster. Mevrouw Wessels. En mijn kinderen die leerden redelijk. Dus toen zei ze, ja, waarom laat je die kinderen niet hier komen? En zij is toen ook nog, heeft zij voor mij in orde gemaakt, dat de kinderen konden gaan op het gemeentelijk lyceum voor meisjes. Dat was eigenlijk een beetje naar elite scholen. Je komt hier als Surinaamse. En nou, in het begin was je een marsmannetje. In het begin, moet ik zeggen, waren de problemen minder dan wat je later tegenkwam. Dus die zijn toen op die school gegaan. Mijn jongste die kwam eigenlijk te laat voor toelatingsexamen. En die wilde ik eigenlijk nog een jaar op de lagere school laten. Maar die zeiden, doe het liever niet, laat ze maar een jaar op de MAVO gaan. Want ze weet gewoon te veel, ze gaat zich vervelen. En na dat jaar is ze toen naar het lyceum gegaan. Kinderen gingen naar elite school. U zei, je voelde je als een marsmannetje. Wat bedoelt u daarmee? Kijk, er waren toen nog niet zoveel Surinamers in Nederland. En die er toen waren, waren mensen die een beetje ontwikkeling hadden. Later kwamen er mensen die gekke dingen deden. Dus dat was, in het begin heb ik me daar ook heel rot onder gevoeld. Maar op een gegeven moment dacht ik me, god, dat zijn mensen die in Suriname ook niet als vrienden zou willen hebben. Dus waar maak je je druk om? Laat ze hun gang maar gaan.
Ja, je had er wel, zo en dan had je er wel commentaar op het werk van, ja, dan was er een taxichauffeur neergeschoten, gestoken door een Surinamer. En dan kreeg je commentaar en nou, dan diende ik ze van repliek van dat kind wat ze hebben gevonden in de kluis op het Centraal Station. Hebben dat Surinamers dat ook gedaan. Maar later dacht ik hoef me niet te verdedigen, want ik heb het niet gedaan. Wat vond u het meest vreselijke achter te laten in Suriname toen u eenmaal in Nederland was? De familie, het groot gezin. Dat vond ik het ergste. En hoe kreeg u in Nederland weer een nieuwe familie? Op welke manier? Nou, ik had al vrij veel familie in Nederland. Maar ja, je was zo druk bezig met werken en studeren en voor de kinderen zorgen. Dat je genoeg te doen had. Ik verveelde me eigenlijk niet. Je had genoeg te doen. En mijn kinderen, die wilde ik altijd eigenlijk een beetje thuis hebben. Of ik wilde overzicht erover hebben. Want dat was net de tijd dat de marihuana begon en de drugs en dingen. Dus ja, je was bang dat je kinderen in aanraking zou komen met dingen die niet zo goed voor ze waren. Dus dat huis was altijd vol. Waar stond dat huis? We hebben eerst gewoond aan de Francesestraat in een tweekamerwoning met een alkoof. Dat was ook leuk, want de slaapkamer die stond vol met 3 bedden en 3 secretaires. Dat de kinderen hun huiswerk konden maken. Maar in de winter was het wel lastig, want je had geen plaats voor een kachel. Dus dan deden ze hun huiswerk in de woonkamer. In de woonkamer stond een bankstel en een eettafel. Konden ze daar werken. En als ze dingen te leren hadden, had ik voor elke elektrische deken gekocht. Dus dan doken ze in bed en dan konden ze bepaalde dingen waarbij ze niet hoefden te schrijven, konden ze dan in bed doen. En ik had een opklapbed in de woonkamer. Wat ook leuk was, ik had zo'n kleine keuken, dus we moesten eigenlijk naar het badhuis. En daar gingen we 1 keer in de week uitgebreid, maar ik heb een kleine opklapbare douche gekocht. Maar de keuken was zo klein dat we er geen gijzer in mochten hebben. Dus heb ik op een gegeven ogenblik warmwaterapparaat erin laten aanleggen, een boiler. En die boiler mocht niet groot zijn, klein, dus ieder morgen was het spitsroeden lopen als we ons moesten wassen voordat we weggingen. Want iedere keer moest de opklapbare douche, de bak weer leeggemaakt worden, dat de volgende kon gaan douchen. Dus dat was wel grappig, maar ik heb er heel prettig gevoeld. Vergeleken bij de situatie in Suriname, hoe kunt u dat beschrijven? Was dat, nou, op de woning zijn we een stuk achteruit gegaan op de ruimte. Maar, in Suriname had je... Ik had daar 2 dienstmeisjes, 1 zorgde voor de kinderen en 1 zorgde voor huishouding en voor het koken. Hier moesten we alles zelf doen, maar ik moet zeggen, de kinderen hebben goed aangepakt. Kunt u een dag beschrijven uit die periode? Want u had een baan, u had 3 kinderen, u volgde nog een cursus of cursussen. Beschrijft u eens een willekeurige dag uit die periode? Nou, 's morgens opstaan, de kinderen klaarmaken, jezelf klaarmaken. De kinderen naar school, jij naar het werk. Intussen kwamen de dienstmeisjes, dus als je een keertje pech had dat ze er niet waren, had ik een hele goede vriendin die dan voor het eten zorgde. Nou, dan ging ik naar school. Om 12:30 was ik weer vrij, dus om 1:00, 1:30 was je weer thuis. Konden we samen eten. En om 1:05 ging ik naar cursus en dan hadden de kinderen, tot 7:00 was ik dan weg. En als ik thuis kwam, dan hadden we tijd om nog een of ander te doen. Dat is een dag in Suriname. Kunt u een dag in die periode beschrijven? Eerst in Suriname, dat deed u daarnet, en dan in Nederland.
Nou, in Suriname was het 's morgens de kinderen klaarmaken, ontbijten. En dan gingen de kinderen werden opgehaald om naar school gebracht te worden. En dan ging ik zelf naar school. Om 12:30 was ik vrij en dan kon ik weer, was ik om 13:30 was ik dan weer thuis. Intussen waren de kinderen er ook alweer. En als je een keertje pech had dat de dienstmeisjes niet kwamen, had ik een hele goede vriendin. Die dan de boel thuis opving, dus dat voor me kookte. En zodat als we thuis kwamen, dat we konden eten. En wij aten, het was eigenlijk een gewoonte wat ik van huis had meegenomen. Wij aten 2 keer per dag warm, 's middags en 's avonds. Dus dan, 's middags ging ik dan naar les, of de kinderen gingen zwemmen of naar les, ballet en muziekles. En dan waren we 's avonds waren we weer om 7:00 waren we weer bij elkaar. En een dag in Nederland? Nou, dat was van hetzelfde laken en pak. De tijden waren alleen verschillend. De enige tijd dat we hier samen konden eten was, was 's avonds eigenlijk. Want ik was de hele dag weg en de kinderen die waren toen zaterdag ook op school, een halve dag. En die waren dan om 3:30 waren ze thuis. Dus die aten dan op zichzelf. Ze namen boterhammen mee naar school. En ik was dan de hele dag weg, van zo van 9:00 tot 5:30 ongeveer. Op een gegeven moment bent u gestopt na 2 jaar met uw eerste baan. En naar welke andere baan bent u gegaan vervolgens? Ben ik naar de Algemene Bank Nederland gegaan. Daar heb ik heel prettig gewerkt. Ik zat op de afdeling documentaire kredieten en incasso's. En daar heb ik echt een hele prettige tijd gehad. Ik geloof dat ik er ongeveer 7 jaar heb gewerkt, ik weet het niet precies. Maar daarna kon ik met een vrij groot verschil in salaris, bijna 600 gulden, kon ik bij de Bank of Tokyo gaan werken. En daar heb ik 2 jaar gewerkt. Wat was uw functie daar? Daar was ik chef van de documentaire incasso's. En na de Bank of Tokyo, waar kwam u terecht? Nou, toen ben ik gaan studeren en toen ben ik voor mezelf begonnen. Kunt u daar iets meer over vertellen, over uw studie en over uw eigen bedrijf? Nou, ik heb de, het was de bedoeling dat ik pedicure zou doen. Maar toen ik me wilde inschrijven op de cursus, bleek het al een maand aan de gang te zijn. Dus de directeur van de school, Wim Verstraeten, die zei van nee, dat red je niet, want dat moet je allemaal inlopen. Ik zeg maar, heb je niets anders te doen? Ja, toen had die assistente schoonheidsverzorging. Ja, maar denk erom, je kunt daar geen bedrijf mee beginnen. Ik zeg nee, dan laat me daar maar mee beginnen. En toen ben ik daar mee begonnen en het liep allemaal lekker. Dus toen heb ik op een gegeven ogenblik 2 cursussen tegelijk gedaan. Ik heb de opleiding chiropodie gedaan, wat paramedische opleiding is voor voetverzorging. En ik heb schoonheidsverzorging gedaan en toen ik daarmee klaar was, had ik zoiets van, is dat het? Ik voelde me niet echt zeker. Ik dacht, moest ik met dit beetje kennis, moet ik daar nou een zaak mee beginnen? Intussen waren de kinderen al zover dat ze eigenlijk op het eind van hun studie zaten. Dus toen dacht ik, weet je wat, als je nou de opleidingen verder doet, dan kun je terug naar Suriname, dan kun je daar een school beginnen voor de opleiding van schoonheidsverzorging. Toen heb ik de voortgezette opleiding schoonheidsverzorging gedaan. En nog wat andere diploma's, een Frans diploma, een Amerikaans diploma. Goed, maar dat doet eigenlijk verder niet zo ter zake. Maar toen ging het mis in Suriname. Ik was in januari helemaal klaar met alles. En in februari kwam de coup van Boutersen. Dus toen zag het er al minder leuk uit om terug te gaan. Toen heb ik eigenlijk in het hier
in het begin geprobeerd de financiën bij elkaar te krijgen om een school te beginnen. Maar dat lukte op mijn leeftijd niet meer. Ik was toen al 48. Dus dat, ja, dan lukt het niet zo goed om financiële middelen te krijgen. En zoveel middelen had ik niet om een school te beginnen. Dus toen ben ik op een gegeven ogenblik ben ik maar voor mezelf begonnen. En hoe ging dat? Nou, ik had de kinderen waren intussen uit huis en ik zat in een ruim huis in de Bijlmer. En ik dacht, nou ja, dan gebruik ik daar twee ruimtes voor. Die heb ik ingericht. En dat was ook leuk, want ik heb reclame laten maken in de hele buurt. En toen kwam op een gegeven ogenblik iemand van de wooncontrole van de woonhuizen of zo. Ik weet niet precies meer wat het was. En die kwam op een gegeven ogenblik, had iemand anoniem zo'n flyer aan ze gestuurd. En hij kwam en hij zegt van, u bent hier een zaak begonnen. Ik zeg ja. Ik had wel toestemming van de woningbouwvereniging. Maar dat mag u eigenlijk niet. Ik zeg ja, maar ik heb toestemming van de woning. En hoe woont u hier? Nou, het was een 5-kamerwoning. Hoe lang woont u er? Ja, ik woonde er toen ook al een aantal jaren. En hij zegt, nou, mevrouw, u bent hier goed bezig. Gaat u maar door, hoor. Het enige wat eruit kan komen is dat dit pand dan ook een bedrijfspand wordt later. Dus op die manier ben ik er gebleven. Toen u in Nederland kwam, heeft u in Amsterdam gewoond. Altijd. En u noemt nu de Bijlmer. Waarom verplaatste u zich van zeg maar het centrum naar de Bijlmer toe? Nou, eerst ben ik van het centrum naar West gegaan, over Toomseveld. Maar het huis, vertelde hij, was verschrikkelijk klein. Dus ik ben in een iets groter huis toe gegaan. Maar dat huis was eigenlijk ook nog niet geschikt voor ons. Want twee kinderen zaten in één kamer en in de andere kamer, een hele kleine kamer, zat mijn jongste. Daar mocht eigenlijk geen kachel in. En in de woonkamer was klein, waar je je op verkeken had. Dus ik zat in een kamer die eetkamer en mijn slaapkamer was. We hadden daar iets meer ruimte, maar het huis was gewoon klein. Dus op een gegeven ogenblik zijn de oudste en de tweede zijn op kamers gaan wonen. Maar die zaten meer thuis dan op de kamers, want dan hadden ze geen warm water. Dan was de kachel het weer niet. En die sliepen dan op de bank. En door iemand die in de Bijlmer woonde, die zei, waarom ga je niet in de Bijlmer wonen? De Bijlmer had toen een hele slechte naam. En hij zei, nee, ik woon er al 4 jaar en ik woon er goed. Dus toen ben ik naar de huizen gaan kijken. En ik was meteen verkocht. Dus toen konden we verhuizen naar de Bijlmer. Een 5-kamerwoning. Dus iedereen had zijn eigen kamer. Ik had 2 bergingen. En ja, dat was gewoon heerlijk. Ik verdwaalde zowat in dat huis. Wie kwamen naar u toe? Wie waren uw klanten in uw schoonheidspraktijk? Door de reclame kwam er alles naar me toe eigenlijk. Dat zijn ook van die leuke dingen. Het is gek, het is de Nederlandse klanten die zijn, ik heb nog steeds heel wat, maar die zijn iets minder dan de Surinaamse klanten, want die krijg ik van overal. Die hebben zoiets van, ja, u weet meer van de Surinaamse huid en ik moet ze 100 keer uitleggen dat het niet zo is. Dat ik dezelfde opleiding heb als de Nederlandse klanten, als de Nederlandse schoonheidsspecialisten. Goed, ik heb me een beetje meer verdiept in andere dingen. Niet wat de negerhuid of de gekleurde huid betreft. Maar ik ben in heel veel dingen ben ik lastig. Ik wil alles weten. Ik ben nieuwsgierig. Dus daardoor verbreed je je kennis eigenlijk meer. Dus dat is zich toen ook gaan uitbreiden. Ik ben me gaan specialiseren in elektrische epilatie. En ik zat op een cursus voor lerares elektrische epilatie. Maar de man die daar psychologie gaf, daar
kon ik het niet zo goed mee vinden. Want die had ik ook al gehad op de cursus voorgezette opleiding. En dat boterde niet zo goed tussen ons. Op een gegeven ogenblik is die cursus ook doodgebloed. Want niemand heeft hem eigenlijk afgemaakt toen. Want het was een Amerikaan die hier om de zoveel tijden kwam dan om les te geven erop. Maar ik heb me toen verder gespecialiseerd. Ik heb ook les gegeven hier op de cursussen voortgezette opleiding elektrische epilatie. Wat ook leuk was, ik had in Alkmaar gaf ik ook les. En omdat metalen vrij redelijk zijn, kwam er een nieuwe methode van elektrische epilatie in Nederland. En daar heb ik cursussen in België gegeven. Ik moest, als er apparaten naar Duitsland verkocht worden of Denemarken, nou, dan ging ik mee, want met Duits, ja, kon ik het een beetje uitleggen. En in Denemarken kon ik met Engels terecht. En in België natuurlijk Nederlands. Dus dat was wel een leuke tijd. Volgt u op dit moment nog cursussen? Alsjeblieft niet meer. Ja, telejak. Ja? Welke cursus, waar gaat het? Nou, voor alles en nog wat. Welke telejak cursus is nu aan de gang? Iets over... hoe heet dat? Beeldhouden. Niet dat ik met beeldhouden ga beginnen. Maar ik vind het leuk om er naar te kijken. We hebben het over uw werk gehad. En de familie in Nederland. Hoe verloopt het contact met de familie? Nou, meest telefonisch. Want ze wonen eigenlijk een beetje ver weg allemaal. Zo gek ver weg niet. Eén zit in Hoofddorp, ander zit in Rotterdam, ander zit in Limburg, ander zit in Overijssel. Dus de familie is eigenlijk een beetje overal verspreid. Contact is meestal telefonisch. En dat vind ik eigenlijk jammer, want de zus van mijn vader, die hield eigenlijk het contact met de familie goed. En iedereen ging op haar verjaardag. En dan zag je de hele familie. Maar dan kwamen ze van overal vandaan. Dan was het de hele dag was het inlopen en dan zag je de familie. En bij haar overlijden heb ik ook gezegd dat ik dat eigenlijk jammer vond. Want er is echt een era afgesloten. Omdat het... Ik had gehoopt dat ik het bij elkaar zou kunnen houden. Maar nee, dat is me niet gelukt. Kunt u zo'n verjaardag beschrijven? Zo'n dag waarop de hele familie bij elkaar komt. Hoe begint het? Hoe bereiden mensen zich voor? O, genade. Wat een werk allemaal. Natuurlijk moet er pom zijn, er moet pastei zijn, er moet orchade zijn en gemberbier. En de gebruikelijke koek. Dus dat is een enorme voorbereiding. En bij mijn tante was het altijd zo gezellig. We zaten allemaal buiten. Ze woonde in een woning voor 50-plussers. En het was gelijkvloer, dus de hele straat namen we dan in beslag. Konden we voor de deur zitten. En want ze was in juni jarig, dus het weer werkte meestal wel mee. En vooral eten, hè. Heeft u het over een verjaardag in Suriname? Of nou, ik denk dat de verjaardag in Nederland en Suriname, dat ze niet zoveel van elkaar verschillen. Want als je verjaardag had in Suriname, moest je altijd warm eten hebben. Wat maakte zo'n verjaardag gezellig? Dat je elkaar allemaal weer zag. Dat vond ik altijd het prettigste. Mensen die je in een heel jaar niet gezien had, die zag je dan weer. Dus dat vind ik wel erg jammer dat dat niet meer is. Want daardoor ken je een heleboel neefjes en nichtjes. Ken je gewoon niet. En ik ben een familiegek, dus... Het is donker, hè? Op de verjaardag was er veel gezelligheid. Was er ook een religieuze bijeenkomst? Meestal niet. Nou, eigenlijk bij ons nooit. De eerste religieuze bijeenkomst, ach ja, kan je het religieus noemen. Dus toen ik jarig was en ik
kwartet heb laten komen om te zingen. Die hadden wat religieuze liederen. Maar bij ons is dat niet de gewoonte geweest. En gek, we vierden verjaardagen aan moederskant heel anders dan aan de vaderskant. Van mijn moederskant was het altijd zo dat we Oroyari met elkaar vierden. De dag voor je verjaardag kwamen dan de naaste familieleden, de bloedverwanten echt. Die kwamen dan en dan vierden we de avond voor de verjaardag, sloten we het daar af. Want op die avond was je dan 70 of je was 35 of je was 10. En dan vierden we het echt met het gezin een lekker feestje bij elkaar. En dan de volgende dag, dan kwam eigenlijk de rest van de familie en vrienden en kennissen. Dat was eigenlijk bij thuis bij mijn grootouders, van moederskant was dat altijd zo. Mijn grootouders van vaderskant, die heb ik niet gekend, want die zijn kort na mijn geboorte zijn ze overleden. Dus die heb ik niet gekend. Maar van moederskant heb ik echt de grootouders en de overgrootouders gekend. En dat was, vond ik altijd heel prettig. Was uw moeder ook afkomstig uit de Joodse gemeenschap? Nee. Mijn moeder die heeft heel andere voorouders gehad. Ze heeft Ieren gehad, Parker. Mijn overgrootvader, weet ik, die was aannemer. Dat was een blanke man. En zijn vrouw, die was Portugees gemengd met Indiaans bloed. En die was ja, vrij blank met lang sluik haar. En het leuke is dat mijn andere overgrootmoeder, dus mijn vaders, mijn moeders vader, die was een kruising tussen een Belg, zijn vader was een Belg, de Maasgalk, en zijn moeder, die was kind van een slaaf die zich in Demerara vrijgekocht had, en die naar Suriname was gekomen. Maar hoe ze aan die naam Falwa Smit komen, dat weet ik ook niet. Dat vind ik altijd grappig. Ik ben er ook eigenlijk nooit achter gekomen hoe dat is. Ik weet dat mijn bedovergrootvader, dat hij een, wat we een sopinwinkri noemden in Suriname, dus ja, een soort café. Eigenlijk kon je er alleen maar drank kopen, voor de rest kon je er niks kopen. Dat hij een drankwinkel had en dat hij zich als slaaf vrijgekocht had. En eerst timmerman was en later een eigen bedrijfje had. En uw moeder, die heeft in Paramaribo gewoond? Als kind hebben ze op Allianz gewoond, in het district Kommerwijnen. En die zijn later naar Paramaribo gekomen. Zijn uw ouders wel eens naar Nederland geweest? Mijn moeder nooit. Die is jong overleden. Die was 30 toen ze was overleden. Mijn vader die is vaker op vakantie in Nederland gekomen. En als jongeman heeft hij in Nederland gestudeerd samen met zijn zusters, twee zusters en een broer. En de jongste, de twee jongste, dus mijn vader was de jongste in het gezin en een meisje voor hem, die zijn teruggegaan naar Suriname. En de mensen die in Nederland zijn gebleven, tante en een oom van me, die heb ik eigenlijk nooit gekend. Want die zijn kort na de oorlog overleden, want die waren hier geïnterneerd tijdens de oorlog. Die tante heeft nooit kinderen gehad. Mijn oom die heeft twee kinderen gehad. Dat meisje is ook kort na de oorlog overleden. En die jongen die had hier een band. En die is met een Nederlandse getrouwd. En die hebben één zoon. In welk jaar kwam u naar Nederland voor het eerst? In 1964. 64. Wat waren de eerste indrukken van Nederland? Nou, dat was heel grappig. Mijn tante die kwam me halen van de boot, want ik ben bij de boot gekomen. En we kwamen langs het centraal station.
En ik zeg, wat voor paleis is daar? Zeg, meisje, dat niet meer van nou aan station. Dus dat vond ik wel grappig, want ja, stations in Suriname, dat is een afdakje. En soms niet eens dat. Dus dat vond ik een geweldig gebouw. Zeg, wat voor paleis is dat? Dat vond ik wel leuk. Iedere keer als ik het Centraal Station zie, moet ik lachen. Om je eerlijk de waarheid te zeggen, ik vind het mooier dan het paleis op de Dam. Maar goed, over smaak valt er niet te twisten. Hoe verliep de boottocht? Oh, gezellig. Het was een vrachtboot. En we waren maar met twee passagiers, een vriendin van mij en ik. Dus dat was... Aan boord heb ik leren drinken. En we hebben de hele weg hebben we gekaart met elkaar. Want de kapitein en de stuurman die hadden speciaal gevraagd of we niet... Want eigenlijk zouden we eerst met een andere boot komen. Maar toen die kapitein en de stuurman hoorden dat er gasten waren, dus dat ze passagiers konden krijgen, wat de reis een beetje gezelliger gemaakt heeft. Ik vind het ook leuk, want toen we aankwamen, we zouden rechtstreeks naar Nederland komen, dat is niet gebeurd. Op een gegeven ogenblik zijn we eerst naar Frankrijk gegaan. En, want ja, zat koffie en cacao zat er aan boord. En dat moest naar Frankrijk gebracht worden. En mijn vriendin en ik wilden gaan wandelen en dat mocht om de dode dood niet. We mochten niet alleen, dus de vierde stuurman, die arme jongen, een stuk jonger dan wij, die moest ons vergezellen. Dus anders mochten we niet van boord af. En we waren al bijna in Nederland, toen moesten we terug. En toen zijn we naar Antwerpen gegaan. En dat was, vond ik ook een machtig gezicht. Dat je op de Maas voer en dat je eigenlijk het land beneden je lag. En wat ik heel leuk vond, waren de bomen. Dat allemaal precies gelijk waren. Want als kind had ik een boerderij cadeau gekregen. En daar waren van die bomen in, die houten dingen, een rond plaatje met een boom. Ik zeg, wat is dat, een boom? Een boom! Zo kennen wij geen bomen in Suriname. En daar zag je het. En dan zat je hoog op die boot en dan zag je beneden je. Al die bomen keurig netjes op een rij en het land beneden het water eigenlijk. Dus dat is iets wat me heel mooi is bijgebleven. En we zouden in Amsterdam komen, ging ook niet door. Dus we moesten eerst naar Rotterdam en toen pas naar Amsterdam. Dus ik denk dat we 3 of 4 dagen later zijn aangekomen dan de bedoeling was. Wie wachtte u op? De zuster van mijn vader. En daar heb ik ook een paar maanden gewoond tot ik een eigen kamer gevonden had. Had u Nederlandse vrienden? Ja. Ik had Nederlandse vrienden, mensen die ik in Suriname had leren kennen. Ik zat op een gegeven ogenblik zat ik op school, op de Emma-school. En dat is de tuin van de Emma-school. Zit aan de... God, moet ik goed nadenken aan de Toetonnenlaan. En er was daar het militaire hospitaal. En daar zaten het Nederlandse militairen die ziek waren. Die zaten daar in het hospitaal. En die wuifden. Ja, ja, een wuifje terug. En toen heeft op een gegeven ogenblik heeft een van die militairen een briefje gestuurd aan me. Of de juf ze een keer wilde gaan zien. Dus ik zei tegen mijn man, moet je kijken, ik heb een briefje gekregen. En toen ben ik ze gaan zien. En van lieverlede waren op een gegeven moment kwamen ze met z'n achter thuis. En dat zijn hele goede vrienden gebleven. Die zijn vooral de eerste die ik heb leren kennen, Kees Marcus. Daar zijn we nog steeds vrienden van. 2 jaar terug hebben we nog gedanst bij hem thuis. Dus dat is, we zijn blijven corresponderen ook. Dus ja, ik heb hier ook andere Nederlandse vrienden leren kennen. Ik heb een vriend die was accountant bij het gemeente Giro kantoor. Want ik was daar nauwelijks aan het werk. Of ik ben uitgegleden, heb ik mijn been gebroken. En ik had toen een kamer in Buitenveldert en hij woonde er ook.
En die ging boodschappen voor me doen. Die ging iedere zaterdag ging die boodschappen voor me halen. En als er iets was, dan kon ik altijd even bellen. Vond ik ook een van de grappige dingen, want wat mannen hier doen en wat mannen in Suriname doen. Op een gegeven ogenblik had ik maandverband nodig. En ik belde ze vrouw op, of als ze boodschappen ging doen, of ze een pak maandverband kan halen. En haar reactie was meteen, nou, dat zeg je toch even naar Ruud. Dus Ruud, die heb ik het toen opgeladen en die is ook keurig netjes mijn maandverband gaan halen. Maar dat zijn de dingen die je dan hier leert, waar mannen in Suriname eigenlijk een beetje raar tegen opkijken. Dat als een vrouw ongesteld is, dan moet je niet in de buurt komen, je moet niet voor ze koken. Niet dat het thuis bij ons was, maar ja, dat leefde ook veel in Suriname. Je moet niet bij ze in de buurt komen, je moet niet voor ze koken. Ja, wat betekent dat? Nou, ze beschouwen je een beetje als onrein als je ongesteld bent. Dus, goed, thuis was het niet zo, maar ik had een nicht, als ze die niet wilde koken, dan zei ze altijd tegen haar man van, wat spijt me hoor, ik ben ongesteld. Nou, dan vloog die naar de keuken. Dus dat zijn van die grappige dingen die ik wel leuk vond. Heeft u in Nederland ook nieuwe Surinaamse vrienden gemaakt? Jawel. Ik heb ook nieuwe vrienden leren kennen hier. Eigenlijk via, dan kom je bij je neef of je nicht en die kennen weer andere mensen dan jij kent. Dus dan leer je hier ook weer andere mensen kennen. En verschillende vrienden die ik hier heb gekregen, die heb je eigenlijk gekregen door het bedrijf wat je hebt. Mijn eerste Surinaamse klant, die is net een dochter voor me. Ik ben hier ziek geweest, ik heb mijn arm gebroken, die was hier iedere dag om me te helpen en bezig te zijn met me. Dus ook hier heb je op die manier heb je hier ook weer mensen leren kennen die door het bedrijf gewoon, daar heb ik echte vrienden door gekregen door het bedrijf, dat is wel lekker. Over uw bedrijf, is het zo dat er, dat heeft u al aangegeven, meer Surinamers zijn dan Nederlanders? Meer Surinamers dan Nederlanders. Vindt u dat prettig? Ik zou best wat meer Nederlanders willen hebben. Het is zo gegroeid. Ik denk dat de mond-tot-mond reclame. En ja, je woont in een buurt waar er veel Surinamers in zitten. Dus dat komt eigenlijk automatisch, ook bijvoorbeeld door de elektrische epilatie. Want de mensen die elektrisch moeten epileren, die overbeharing hebben, die moeten iedere week komen. Dus dan zoek je het liefst een schoonheidsspecialiste op die in de buurt is. Komen er ook mensen uit andere bevolkingsgroepen? Ja, ik heb eigenlijk van alles zo'n beetje. Marokkanen, Turken. Dus dat krijg je Afrikanen. Dus die zitten natuurlijk als ze hier komen, dan moet ik ze bepaalde dingen afleren, want een heleboel willen hun gezicht opbleken en dan krijgen ze daar problemen mee. Omdat je dan allergische reacties krijgt van de middelen die ze gebruiken. En veel Afrikanen hebben ook overbeharing en gaan ze daar gekke dingen mee doen, dus dan krijg je dat. Gek dat ik ook mensen uit India en Pakistan heb. Waarom is dat gek? Het geeft wel eens taalproblemen. Een enkele kan Engels spreken. Maar over het algemeen moet ik ze daar hebben dat hun kinderen meekomen om te kunnen vertalen. Want dan begrijpen ze helemaal niet. Je probeert met handen en voeten. En een van de gevallen vind ik heel leuk, dat ze toen ze hier kwam eigenlijk geen woord Nederlands kon praten. En nu een paar woorden, dus belangrijke dingen. Nu komt ze ook alleen, maar in het begin moest er een van haar zoons altijd meekomen. En dat geeft ook een bepaalde, merk je hoe eenzaam sommige buitenlandse vrouwen kunnen worden, doordat ze de taal niet spreken. Ik
vind het heel mooi, want ik had een Turkse vrouw die voor me schoonmaakt. Mijn dochter is met haar familie naar Turkije geweest op vakantie voor een huwelijk van een van haar dochters. En die kon praktisch helemaal geen Nederlands praten en die gaat nu op, ze is 55 of zo, die gaat nu naar Nederlands les. En die kan zich nu een beetje verstaanbaar maken in Nederland, want die ging gewoon vereenzaam. En haar kinderen hebben goede opleidingen gehad. En ze heeft een nakomertje gekregen, die dan tegen zijn moeder zegt, je bent dom. Dat ik het moet uitleggen. Ja, hoe leg je eruit dat ze niet dom is? Ze heeft als kind van 5 jaar, moest ze al tapijten knopen, moest ze al werken. Dus ze heeft helemaal geen scholing gehad. En dat ze nu weer leert schrijven, dat vind ik machtig dat ze dat kan opbrengen. Terwijl ze haar grootmoeder is. Dat vind ik knap. Daar heb ik heel erge bewondering voor. Ik heb nu een Turkse vrouw die 1 keer voor me in de week komt schoonmaken. Het is niet waar, ze is geen Turkse. Ze is een Libische die getrouwd is met een Turk. Maar haar Nederlands is vrij goed. Maar dan zie je toch dat bepaalde dingen die je zegt, dat ze het niet helemaal goed begrijpt. Dus als ik er iets wil vragen, dan laat ik het er ook zien. Maar met haar kan ik telefonisch, kan ik me redelijk verstaanbaar maken. En die heeft zich uit die eenzaamheid gerukt. Die gaat 1 keer in de maand, hebben ze er dan een clubje met Surinamers en Turken, Marokkanen en Nederlanders. En dat vindt ze heerlijk, dat de clubje zal ze nooit missen. Dus dat is, dat merk je dat hier een heleboel buitenlandse vrouwen heel eenzaam zijn. Doordat ze de taal niet kennen. Het taalprobleem is dus groot. Hoe is het voor uzelf? U beheerst het Nederlands, u sprak ook Nederlands in Suriname. Mm-hmm. Hoe was het Nederlands in Nederland toen u hier kwam? Hoe ervoer je dat? Ik kon de mensen niet verstaan. Ik kon ze absoluut niet verstaan. Ik weet nog, ik ben naar een, oh god, in de buurt van Haaften. Hoe heet het dorp ook weer? Nou, dat is niet zo belangrijk. Moest ik iemand vragen waar de bank was, want ik moest wat geld opnemen. Ik heb helemaal niets verstaan. Of als je in de bus was en dan vroeg je, kun je me even melden, ik moet daar en daar eruit. Nou, dan werd het even gezegd. En dan was ik helemaal op het eindpunt. Ja, maar ik heb het tegen u gezegd. Daar verstond je gewoon niks van. Ik denk dat voor de kinderen, als ze hier pas op school zijn, dat enorm moeilijk is. Want wij articuleren beter, we spreken ook een beetje langzamer. En dan kom je hier en dan je verstaat er gewoon niks van. Of ik verstond er niks van in het begin. Dus dat is vrij moeilijk. We spreken nu Nederlands, maar zou dit gesprek ook in het Surinaams kunnen? Ik denk dat dat heel moeilijk zou gaan. Ik zou een heleboel in het Surinaams kunnen zeggen, maar bepaalde gesprekken kan ik niet in het Surinaams voeren. Omdat je, trouwens, het Surinaams is doorspekt met Nederlandse woorden. Dus vaak als mensen dan alleen Surinaams willen spreken, dan vind ik het een beetje raar als ze dan zoveel Nederlandse woorden gaan gebruiken. Dan kun je net zo goed Nederlands spreken. Als je je goed duidelijk wil maken. Ik ben pas op vakantie geweest in Suriname en dan heb ik heb me echt dood geërgerd aan de programma's waarin ze Surinaams spraken terwijl ze er niet uitkwamen. Dan heb ik zoiets van spreek dan gewoon Nederlands. Dan ging het allemaal zo hakkelend en zo vervelend en dan had ik echt zoiets van, man, je kent je eigen taal niet, spreek dan het Nederlands wat je wel kent. U spreekt verschillende talen. Ja. U noemde al eerder Engels, Duits, Sranang. Sranang, Nederlands. In Nederlands. En voor Frans moet ik me meteen in de grond boren. Verder dan comment allez-vous kom ik niet, maar goed. Ik kan vrij redelijk lezen, maar spreken, dat gaat heel moeilijk.
Italië heeft u op school geleerd? Die heb ik op school geleerd. De basis is op school gelegd. En ik was eigenlijk heel slecht in talen altijd. Mijn vader heeft op allerlei manieren geprobeerd om me de talen... Ik ben meer een rekenmens, ik ben meer een wiskundemens, meer de exacte vakken. En de talen, daar moet je voor leren. En daar was ik veel te bedonderd voor. Dus ik heb, dan wilde hij ons aansporen. Dan kreeg je een dubbeltje als je 10 woorden kende. Nou, ik heb het 3 dagen volgehouden en mijn zus die heeft het veel langer volgehouden dan ik. Die verdiende geld ermee en ik niet. Daar was ik gewoon veel te lui voor. Dus ik kwam ook nog bij. Mijn Duits was heel, heel, heel slecht. Want op een gegeven ogenblik hadden we op school Emile und die Detective. En daar hadden we het boek in het Nederlands. En dan vertaalden we het in het boek. Ik weet nog, mevrouw Groenewegen, de een heet geloof ik Tischbein. En dat werd letterlijk in dat boek ook vertaald, tafelpoot. Oh nee, 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 Tischbein hoef je niet te vertalen. Maar ja, dan zaten we uit dat boek te lezen. Dan kregen we allemaal goede cijfers, maar dat was niet zo mooi. Met Frans was het helemaal een ellende. Thuis in Suriname, in uw gezin, werd er Nederlands gesproken. Het gekke is, er werd van alles gesproken. Want tot ik een kind of 5 jaar was, sprak ik alleen Hindi. Ik verstond Nederlands en waarschijnlijk kon ik ook Nederlands spreken, maar ik verdomde het. Want je woonde op Hampton Court Polder en ik denk dat het gewoon was omdat daar iedereen, de kinderen spraken Hindi, dus dat je je misschien anders voelde. Ik zou het niet weten waarom. Maar als een familie uit Paramaribo kwam, was het altijd een ellende. Want dan was het niet, kijk daar een wef, hey, maar denk ik, mijn goentie. En dan, mijn oom vooral vloekte altijd. Ik zei, godverdomme, wanneer leert dit kind nou eindelijk Nederlands praten? Maar dat verdomde ik gewoon. Mijn Hindi is achteruit gegaan, omdat toen ik in Paramaribo kwam, ik geplaagd werd. Ik werd Mai Kuli Mai genoemd, dus ik verdomde, ik wilde geen Hindi meer spreken. Dus toen ben ik echt Nederlands gaan spreken. Maar thuis werd er tussen mijn vader bijvoorbeeld en zijn zusters, die spraken altijd Surinaams met elkaar. Ik mocht thuis, de dienstmeisjes mochten geen Nederlands met ons spreken. Ze mochten alleen Surinaams met ons spreken en wij mochten ook Surinaams spreken. Wat eigenlijk niet normaal is in Surinaamse gezinnen. Want het werd je verboden om Surinaams te spreken. Maar thuis bij ons werd alles gesproken. Dus dat was anders. Mijn kinderen hebben eigenlijk in Nederland pas Surinaams leren spreken. Want thuis spraken we Nederlands en dat is nooit opzettelijk gegaan. Tot mijn oudste een keer tegen me zei, ma, geef me een kosu. En ik denk, een kosu, waar heb je het over? Wilde ze bossie zeggen in plaats van een kus. Dus toen ben ik ook begonnen om Surinaams met ze te spreken. En toen kwamen er vrienden, Surinaamse vrienden, die ook wel Surinaams spraken. Dus ik weet dat mijn dochter, die arts is speciaal naar Surinaams les gegaan. En die heeft later Surinaams les aan artsen gegeven. Omdat ze zo weinig Surinaams kende. U zei net, het Surinaams spreken mocht niet in Suriname. Kinderen, ze keken erop neer. Maar in uw familie gebeurde dat wel. Hoe komt dat? Ik weet het niet. Ik heb het tot nu toe niet kunnen verklaren. Die spraken, de volwassenen, die spraken altijd Surinaams met elkaar. En hoe dat komt, dat weet ik niet. En als mijn vader met mij sprak, dan sprak hij Nederlands. En ze met je zuster sprak, sprak hij Surinaams. En ik bedoel, die zaten in het onderwijs, dus niet dat ze de taal niet kenden. Bovendien hebben ze een poosje in Nederland gewoond. Dus waarom dat zo was, dat heb ik ook nooit kunnen verklaren. Hoe zou je die tijdsbeeld uit de jeugd willen beschrijven? Het algemene klimaat in Suriname. Warm. Heb ik altijd slecht tegengekund. Heel slecht tegen de warmte gekund. Ik weet nog dat toen ik in het onderwijs zat, ik altijd op een gegeven ogenblik ben ik rokken en blouses gaan aandoen.
Omdat ik dan een schone blouse en een schone BH kon meenemen. En dat ik in de pauze dan even kon omkleden. Dus dat is heel moeilijk. Maar ik denk dat het te maken heeft met andere dingen. Want dit jaar ben ik naar Suriname gegaan. En ik heb niet zo erg getranspireerd als het jaar daarvoor. Omdat ze eindelijk ontdekt hebben dat ik te veel insuline heb. En dat dat ontzettend ging opspelen. En dat je daardoor zo verschrikkelijk ging transpireren. Dus waarschijnlijk heb ik daar al eeuwen last van gehad. Het tijdsbeeld dat u aantrof, de mensen om u heen, uit uw jeugd of de mensen die u nu weer ontmoet in Suriname, wat is het verschil tussen die twee periodes? Hoe is het sociale klimaat op dit moment vergeleken bij vroeger, naar uw idee? Nou, ik weet niet, ik heb daar niet zoveel verschil in gezien, alleen heb ik het gevoel dat, vroeger woonde je in Suriname, dus je had bepaalde dingen, dingen als wereldnieuws en bepaalde dingen, dat kwam eigenlijk niet zo goed door. Nu had ik echt een beetje het gevoel van, God, wat weten ze eigenlijk weinig. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest, ik heb altijd veel gelezen. Ik heb ook Suriname pluisde ik vroeger de kranten uit. Maar ik heb het gevoel dat ze daar een beetje zijn, het is stil blijven staan. Ze zien, bepaalde dingen zien ze nog precies zoals vroeger. Ik bedoel, Amerika was vroeger voor ons in Suriname en tot nu toe nog het land der landen. Maar je krijgt hier veel meer nieuws door, waardoor het voor mij niet meer is van het is het land der landen. Maar je hoort ook dat er bepaalde dingen in de wereld gebeuren waar Amerika debet aan is. Dat dat ook niet zo goed is en dat er ook verschrikkelijk veel armoede in Amerika is. Dat er niet alleen mensen zijn die rijk zijn. En die beelden die zijn niet veranderd daar. En dat vind ik... vind ik wel jammer en ik denk dat dat komt door de manier waarop berichtgevingen daardoor komen. Hier is mij open en vrijer, men kan hier alles zeggen wat je wil. Of ja, tussen haakjes, je kan alles zeggen wat je wil. Maar bepaalde programma's die hier over Amerika worden uitgezonden of over andere landen of over toestanden in de wereld die niet goed zijn, die zou je niet durven uitzenden in Suriname, dat zou te veel problemen geven. Je kan daar niet alles zeggen wat je wil. Iedereen is eigenlijk een beetje voorzichtig. Hoewel, dit jaar was het ietsje beter dan vorig jaar. De mensen zijn een beetje... Ze hebben iets meer eigenwaarde gekregen, laat me het zo zeggen. Toen bijvoorbeeld Weiden Bos de staatsolie wilde verkopen, dat ze... echt als één man zijn opgekomen en hebben gezegd, dat gaat niet door. Daar zijn ze best trots op. En daar ben ik trots op dat ze dat gepresteerd hebben. Want het moet een behoorlijke angst zijn geweest. Omdat de boter ze nog steeds eigenlijk een beetje in de background zat. En een beetje op de achtergrond was. Dat je niet alles durfde te zeggen wat je wilde. En dat is nu veranderd. Dat merk je duidelijk dat ze nu iets meer... durven te zeggen over bepaalde dingen die ze vroeger helemaal niet durfden te zeggen. Welke plek heeft Suriname dan nog in uw hart? Het is mijn land en ik hou ervan. Maar ik geloof niet dat ik daar meer zou kunnen aarden. Er is zoveel armoede daar. Ik denk dat als ik daar zou blijven... dat ik heel verdrietig zou zijn al de tijd. Want toen ik vorig jaar terugkwam, toen heb ik in Suriname ook echt lopen huilen. Want je gaat daar een land uit, we waren nooit een rijk land, maar er was veel meer contact tussen de armen en de mensen die de middenstand. Maar ik heb het gevoel dat die hele middenstand een beetje aan het verdwijnen is. En de armoede die er heerst, vooral bij de oude mensen,
dat breekt me gewoon op. Dat is gewoon, het is gewoon verdrietig. Ik hoef maar kleine voorbeelden te noemen, dat ik een stiefmoeder heb, die gelukkig haar eigen huis heeft. En die zich niet kan permitteren om de auto nog aan te houden. Gewoon omdat ze dat niet redt, ze kan het niet betalen. En als zo iemand tegen je zegt, nou ik heb in geen 4 jaren een kwikwi gekocht, omdat het zo duur is, dan doet het pijn. Het doet echt pijn. En dat zei een van de mensen die het nog een beetje beter heeft. Want al is het niet veel, we sturen, ik, mijn kinderen, ze heeft hier neefjes en nichtjes, die zullen dan wat voor haar sturen. Dat ik een keer net geld voor haar gestuurd heb, oh Shirley, dat kwam net goed uit, want ze hadden mijn accu gestolen. Dus ik kon een nieuwe accu kopen. Maar dat was ook weer 5 jaar terug. Maar die kan nu geen auto, die kan zich geen auto permitteren. En dat haar broer, die bij de politie was, dat die bij haar woont. Gewoon omdat hij met zijn pensioen niet redt. En dat zijn dingen die doen pijn. Die doen heel erg pijn. Ik bedoel, iemand die vanaf zijn jaar of 17 gewerkt heeft. Ze was de oudste in het gezin die geholpen heeft om haar broers en zussen op te voeden. En die haar hele leven hard gewerkt heeft en dat die niet een oude dag mag hebben. Waarbij ze ook leuke dingen kan doen. Die is vroeger ook met reizen naar Nederland gekomen, maar dat kan ze niet betalen. Ze kan een reis naar Nederland, kan ze niet betalen. Zegt het ook, ja, als ik een keer een reiscadeau krijg, dan kan ik komen. En dat zijn dingen die pijn doen. Ondersteunt u familie en vrienden in Suriname vaak? Nee, ik doe ze nu en dan wat. Ik kan het niet opbrengen om, toen ik werkte was het wat anders. Ik heb nu wel een eigen bedrijf, maar ik ben nu een dagje ouder. Ik werk ook niet zoveel meer. Dus je kan ook niet zoveel doen. Ik doe wel wat en zo nu en dan stuur ik ook wat. Maar het blijft moeilijk. U zou niet meer in Suriname kunnen aarden. Heeft u het gevoel dat u in Nederland geworteld bent? Niet echt. Maar ik heb mijn kinderen hier, ik heb mijn kleinkinderen hier. Dus op die manier word je ook gebonden. Dat ik zeg, ik ben geworteld. Ik woon er en ik werk er. Maar geworteld, nee. Hoe zou u dan willen omschrijven? Nee, maar hoe omschrijf je dat? In mijn hart ben ik nog steeds Surinaamse. Het liefste had ik terug willen gaan, heb ik altijd willen doen. Gewoon omdat ik die warmte en die hartelijkheid, dat vooral hier gemist heb. Omdat je hier als vrouw alleen, kwamen bijvoorbeeld Nederlandse vrienden thuis met hun vrouw. Maar die keken je altijd een beetje scheel aan, van, nou, die is alleen. Je was toch een beetje een bedreiging. Er waren bepaalde vrienden die thuis kwamen, maar dan mocht de vrouw niet weten dat ze eens een keer op visite kwamen. En dan kwamen ze gewoon om te praten. Niet dat je verder nog intieme relaties met ze had of zo. Maar die dan gewoon gezellig vonden om een keertje langs te komen. Maar ja, dan moest moeder de vrouw mocht het niet weten. Dus het zijn toch moeilijke situaties waarin je komt. Dus ik voel me geen Nederlandse, laat me het zo zeggen. Hoe is het voor uw kinderen en kleinkinderen om hier te zijn? Hebben zij ook hetzelfde gevoel naar Suriname, toe, uw kinderen in deze? Nou, de jongste vooral, die wilde eigenlijk altijd terug. Ze is een beetje ervan genezen nadat ze gekaapt is in Suriname. Ze is gegijzeld. Sedertdien heeft ze een vriendin met wie ze nu 13 jaar samen is. Dus die is ook toen gegijzeld in Suriname, daar hebben ze elkaar leren kennen. Dus ik heb het gevoel dat ze nu hier ook nog een rustpunt heeft gevonden. Mijn ene schoonzoon, die zou dolgraag in Suriname wonen, die was ook van plan
om er te gaan. Maar na de coup is dat architectenbureau waar hij zou werken, dus is opgedoekt. Dat bestaat niet meer. Ze waren Nederlanders die hier ook weer teruggekeerd zijn. Maar die vindt het altijd heerlijk om naar Suriname te gaan. Die vindt het gewoon prettig. De oudste, die zou nooit teruggaan naar Suriname. Die is wat de Nederlandse cultuur en de dingen betreft, die zou dat gewoon missen daar. Ik denk dat die het meeste geworteld is, als je dat zo wilt zeggen. Ja, mijn kleinzoon, ja, dat is natuurlijk moeilijk. Ze zijn hier geboren. Dus hoe dat later moet, dat weet ik ook niet. Want ik vind dat er de laatste tijden toch meer antipathie tegen buitenlanders is dan er vroeger was. Je hebt nu ook weer mensen die daar openlijk voor uitkomen. Dat is mij ook eens een keertje gezegd. Ik werkte toen bij de Bank of Tokyo. En ik was tussen de middag was ik gegaan naar de HEMA om een hakje van mijn schoen te laten maken. En voor mij was er een Surinaamse vrouw die aan de beurt was. En dat was ik er. En voordien. En toen kwam een Nederlander, die kwam er. En die man achter de balie, die hielp hem meteen. Ik kwam met een heleboel lawaai, kwam hier binnen. En ik zeg, nee, u bent niet aan de beurt. Die mevrouw is aan de beurt. En daarna ik en daarna u. Nou, die begon me uit te kafferen. Van ja, ze moeten jullie op een boot zetten en jullie weer terug te sturen naar het land waar je vandaan komt en zo. En ik voelde me heel, heel beledigd. Ik zei, meneer, als u mijn baan wil hebben, alsjeblieft, neem het maar. U hoeft alleen maar die en die en die diploma's te hebben. Ik zeg, nou, toen heeft hij me behoorlijk uitgekafferd en ik had helemaal de pest erin. Ik ben mooi niet naar kantoor teruggegaan. Ik ben gewoon blijven wandelen en op kantoor waren ze helemaal in paniek wat er met mevrouw Bueno aan de hand was, waarom ze niet kwamen. Toen ik op kantoor kwam, toen heb ik de hele boel uitgekafferd. Ik zeg dat gedonder en ik was heel boos. En ik kwam thuis, ik was nog boos. En mijn kinderen die zeiden, ma, je doet precies wat anderen doen, want je bent nu aan het generaliseren. Nu doe je precies wat je de Nederlanders verwijt, dat doe jij nu. En ja, toen haalde ik bakzeil en ik dacht, ja, je hebt gelijk. Ik zeg, want je hebt zoveel Nederlandse vrienden die voor me door het vuur gaan. Ik hoef mijn mond maar open te doen. Dus toen dacht ik van, nee, je bent verkeerd bezig. Neem het van wie het komt. Het is iemand die ook niet wijzer is. Dus laat maar zitten. Dus dat is dan ook een van de dingen waar ik dankbaar ben van mijn kinderen, dat ik ook van hun heb kunnen leren. En dat is prettig. Maar de laatste jaren vind ik toch dat de maatschappij ietsje onverdraagzamer is geworden. Van uw kinderen kunnen leren? Ja. Is dat gebruikelijk in uw gezin, in uw familie? Ja. Mijn vader, die moest ik ook dingen leren, maar dat moest je heel voorzichtig zetten. Dan kon hij in een debat gaan erover. Maar met mijn oom kon ik het eigenlijk veel en veel beter vinden. Ook mijn kinderen. Want die kwam op vakantie in Nederland. En Debbie, die was toen een jaar of 14. En die gaf commentaar over een of ander. En ik kijk hem aan en ik denk, hé, wat gaan we nu krijgen? En ik zeg, ze is brutaal geworden. En hij zegt, nee, ze is mens geworden. En ze heeft nu ook haar eigen mening. Maar met mijn vader, die was, wat dat aangaat, een beetje autoritair. Je moest heel voorzichtig zijn om een bepaalde dingen. Mijn zus, die kon eigenlijk nooit met hem praten. Ik kon hem goed uitlokken. Dan kon ik een of ander beweren en dan zou hij me overtuigen hoe het eigenlijk was. En dan kon je hem langzaam, net een vis, kon je hem dan inhalen. En dan zag je zijn meningen, zag je hem ook nadenken. En dan zag je hem van mening, zag je dan veranderen. Maar je moest het hem nooit zo zeggen zoals mijn kinderen tegen mij kunnen doen. En dat accepteert u?
Ja, dat accepteer ik. Ze moeten niet zeggen, maar je hebt, ik zal maar zeggen, maar je hebt geen gelijk of ik denk dat je het verkeerd ziet, maar je moet niet zeggen, maar je daast. Want dan, dan gaan mijn haar overeen staan. U heeft het daarnet gehad over diploma's. Ja. Maakt het wat uit dat u daar stond met uw diploma's op zak, zeg maar? Mm-hmm. En is de bejegening dan anders? Ja, het is toch anders. En het, ik weet dat ik, toen ik op Giro-kantoor kwam, dat het beangstigend was voor bepaalde mensen die daar waren. Want een van de heren die er was, die werkte er al, geloof ik, 25 jaar. En het enige wat hij had gemaakt was een correspondentiediploma. Dus die had dan commentaar tegen mij. Ja, je moet niet denken dat je zo benoemd wordt omdat je diploma's hebt. Dus dat was voor sommige mensen beangstigend. Het was een kleine afdeling. Dus dan merkte je ook dat daar... niet jaloezie, maar dan toch een zekere angst zat. Van, hey, die komt met zoveel diploma's. En voor de mensen daar was het ook een beetje gek. Want ik ben ietsje lichter van kleur dan de doorsnee Surinamer. Hoewel, dat kan je ook niet zeggen. Want dat heb ik ook geprobeerd om ze te vertellen. Van, luister, je hebt blanke Surinamers en je hebt zwarte Surinamers. En je hebt Hindoestanen, je hebt Javanen, je hebt de hele boel. Ja, maar hoe komt het dat jij zo licht bent? Dus ik moest mijn hele voorouderschap... moest je een beetje op tafel leggen. Ja, ik heb Ieren in de familie, Belgen, Portugezen. Ik zeg maar, je moet niet vergeten, ik heb ook mensen die uit Afrika komen. En ik heb ook Indiaans bloed. Dus dat, ja, maar hoe voel je, dan moest je uitleggen, hoe voel je tegen je zwarte voorouders. Ik zeg nou, ik zou niet weten van wie ik meer moet houden. Of ik van mijn zwarte overgrootmoeder meer moet houden dan van mijn blanke grootvader. Ik zeg, ik zou het niet weten. Ik ben er niet in opgevoed en thuis bij ons was het helemaal, ik heb gezinnen in Suriname waarin, het gekke is dat mijn vader altijd zei, het maakt mij niet uit wat voor kleur iemand heeft. En dat heeft hij bewezen ook. Hij is met twee zwarte vrouwen getrouwd, hij heeft, mijn moeder die was ietsje lichter van kleur, maar zijn zuster, Die was weer heel anders. Het was een drama toen haar dochter met een zwarte man zou trouwen. Het was echt een drama. Dus dan vraag je je af, hoe komt dat? Dat de ene uit het gezin heel anders aankijkt tegen bepaalde dingen dan een ander. Dat is dan moeilijk, want ik kijk zelf op de Surinaamse rechtsschool op een gegeven ogenblik... werd er een vereniging opgericht. En dat ging eigenlijk van de Kriolen uit. En toen was net de tijd van Black is Beautiful, laten we het maar zo zeggen. Ik zeg, en hoe gaan jullie mij dan behandelen die ietsje lichter ben van kleur? Ja, maar ik zeg nee. Ik zeg, het blijft. Ik ben die ik ben en ik kan mezelf niet veranderen. Als jullie nou beginnen van het is voor Kriolen... Hoe moet het dan straks met de Hindoestanen en de Javanen die hier zitten? Toen begon die splitsing eigenlijk al. Want voordien is er wel altijd geweest van... nou, die heeft mooi haar. Dat was als je sluikhaar had of als je golvend haar had. En als je kroeshaar had, was je haar niet mooi. Maar toen begon het echt nijpend te worden. Het begon... echt een beetje hart tegen hart te gaan, vooral toen de politieke partijen opkwamen van de Hindoestanen en later de Javanen. Want de eerste politieke partij die eigenlijk begon was de NPS en toen kreeg je de VHP, dus van de Hindoestanen. Dus toen begon het echt een beetje, begonnen ze meer te letten erop, wat ben je en wie ben je. En dat vond ik eigenlijk teleurstellend, want voordien waren er ook wel verschillen in bepaalde dingen, maar het was niet zo, het was niet op die harde toer.
Dat is toen gaan veranderen en dat vind ik heel jammer. En naar uw mening bestaat dit nog steeds? Bestaat nog steeds. Ook niet zo sterk meer, want je ziet toch dat er mensen zijn die... nee, het bestaat nog steeds. Ook in Nederland? Ook in Nederland. Want in Suriname heb ik nu pas iemand gezegd van... Nou ja, die heeft een enorm groot terrein, grond. Dus we over praten. Nou, ik zeg, verkoop je dat? En ja, in principe verkopen we wel. Maar we hebben voorgenomen om niet aan koelies te verkopen. En heb ik zoiets van, nou... Of het nou een koelie is, of een neger, of een Chinees. Wat doet dat eigenlijk ertoe? Dus het is er nog steeds. En in Nederland ben ik er tegen dat Hindoestanen zich helemaal apart gaan opstellen. Het is een heel cultuur geworden. Hindoestaanse scholen, Mohammedaanse scholen. De Mohammedaanse scholen die hebben iets meer. Die laten ook nog zwarte of Afrikaanse en Mohammedanen toe. Maar... Wat begin je ermee? Je begint op de lagere school, begin je alleen Hindoestanen op school te zetten. Die kinderen leren. De anderen niet kennen. Ze leren de negers niet kennen, ze leren de blanken niet kennen, ze leren de andere groepen leren ze niet kennen. Dat kun je dan doortrekken naar de middelbare school en dan zit je op een Hindoestaanse middelbare school. En dan komen ze in de maatschappij, wat dan? Ik denk dat mensen elkaar... een hekel aan elkaar hebben als ze elkaar niet kennen. En dat vind ik belangrijk, dat vanaf kinderen klein zijn, dat ze leren. Je mag best weten dat het een Hindoestaan is, dat dit anders is. Maar dat je allemaal mens bent. En daar gaat het om. Je leert elkaar, alleen op die manier kan je elkaar leren waarderen door elkaar te leren kennen. En dat wordt afgebroken. Je bent hier in een Nederlandse maatschappij. Ga gewoon naar de school waar iedereen op zit. En dan zou je op de scholen, zou je misschien bepaalde klassen hebben waarin religie wordt onderwezen. Ben je hindoe? Nou, nu hebben we godsdienstonderwijs. Nou, dan gaat die klas gaat naar de hindoe-klas, die gaat naar de Mohammedaan-klas, die gaat naar de christelijke klas. Maar ook samen. Kan je les krijgen? Wat houdt het hindoeïsme eigenlijk in? Wat is een Mohammedaan? Hoe zie je daar tegenop? En wat houdt het christelijke geloof in? Of het Joodse geloof? Wat houdt dat in? Dan leer je ook van elkaar en dan kan je elkaar leren respecteren. Maar als je dat niet doet, als je niet leert wat een ander doet, dan heb je daar ook geen respect voor. En dat vind ik belangrijk. Want ik laat iedereen vrij in wat hij gelooft. Dat is jouw opinie, maar je moet mij ook vrij laten in de mijne. U durft te verwoorden wat u denkt. Hoe... Heb ik altijd gedaan. Dat blijft u doen? Dat blijf ik doen. Hoe wordt dit nou opgepakt binnen de Surinaamse... gemeenschap? Als ja, u zo luidt op uw mening verwoord. Ik heb een hele goede vriend in Suriname die me overal naartoe gebracht heeft. En als we over bepaalde dingen spraken en ze gaven commentaar en ik zei, een keer zei hij tegen me, hij zegt, Shirley, weet je dat ik een heleboel van je geleerd heb? Hij zegt, wanneer je praat, dan luister ik. Hij zelf is niet zo ontwikkeld, maar hij vond het altijd, hij zegt, ik luister altijd als je naar dingen zegt. Hij zegt, en ik onthoud het ook. Dat zijn bepaalde kleine dingen. Ik kom uit de Joodse gemeenschap, daar mogen ze geen vis eten, ongeschubde vis eten. Ze mogen wat we gladvis noemen, iets als een aal mogen ze niet eten. Ik eet alles. Ik zeg, ik zei altijd, Minenjan Sangomisi. Ik zeg, ja, wat bedoel je ermee? Kijk, als iemand op jacht gaat en hij schiet op een hert en hij mist dat hert kan ik niet eten. Want dat is weg. Maar ik eet alles. Ik
kwam daar ook. Ik ben op de markt gegaan. Ik heb wat gerookte gladvis gekocht. Ik ben thuisgekomen. Ik heb het klaargemaakt. En ik haalde het vel eraf. Ze wilden het niet eens aan de honden geven. Eerst die honden eten, kregen ze haaruitval. Nou, mijn oren tetterden gewoon. Ik zeg, nou, ik vind het maar een opmerking van ik weet niet wat. Dan heb ik dingen van, kijk, je kan het eten, je kan het lekker vinden of je kan het niet lekker vinden. En natuurlijk kan iemand allergisch zijn voor een of ander. Maar dat de honden geen vel mogen eten van een gladvis, nou. Dan heb ik echt zoiets van, waar ben je mee bezig? Dus dat is heel moeilijk. Ze hebben niet genoeg mensen, denk ik, die hun mening over bepaalde dingen kunnen geven. Ik heb altijd over dit soort dingen nagedacht. En het zijn niet dat ik er echt voor ga zitten en ga nadenken. Maar ik ben altijd, net, ik zei het al, ik ben een exacte. Een van de dingen die ik als kind heb gehad. Ja, je reist veel in Suriname als onderwijzer. Dan moet je van Paramaribo naar Nikeri gaan. Nou, dan ben je 36 uur of meer ben je onderweg. Je moet gaan ergens anders naartoe. Nou, mijn tante die kwam pas van Nederland terug. Hoe lang heb je gevaren? Nou, dat was 3 weken. Nou, ja. 3 weken, nou, dan ben je wel ver gegaan. En Sinterklaas kwam er net aan. Is Sinterklaas ook in Nederland? Ja. En in Suriname ook, ja. Maar hoe kan het dan dat Sinterklaas in Nederland is en in Suriname tegelijk, als je 3 weken met de boot moet komen? Nou, dan ben je vrij postig. Dus ik heb altijd over dingen nagedacht en ik heb altijd, bepaalde dingen hebben me altijd geïntrigeerd. Hoe leven Hindoestanen? Hoe leven Javanen? Wat vinden ze belangrijk? Wat is voor hun belangrijk? Waarom doen ze bepaalde dingen zo? Hoe voeden ze hun kinderen? Dat zijn dingen die me altijd geïntrigeerd hebben. Want als je het verschil ziet tussen Hindoestanen en Javanen bijvoorbeeld. Een Javaan die gaat heel stil, heel rustig met zijn kinderen om. Die hangt de hele dag in een slendang om zich heen. Die kinderen zijn zo schoon als ik weet niet wat. En dan heb je andere volken die weer anders met hun kinderen omgaan. Hoe komt het? Waarom doen ze dat? Waarom hebben ze een gele streep op hun voorhoofd? Waarom heeft die een rode stip? Dat moet ik weten. Ik wil gewoon weten waarom ze het doen. Kijk, wij Creolen hebben ook bepaalde dingen. Ik weet bijvoorbeeld dat toen mijn oudste geboren werd, had ik altijd zoiets van, dat soort dingen is afgoderij, dat moet je niet aan beginnen. Als ik bij mijn grootmoeder kwam, was het altijd inoplot blauw jabtjien. Oma gekheid. Dan ging ze naar de keuken en dan kwam ze terug met een stukje papier met zout en brood erin. En dat werd in een luier van het kind gestopt. Loekoeboen abtjokjes ograi. Het boze oog. Waarom ben ik op een gegeven ogenblik 180 graden omgekeerd? Mijn kind was ziek, doodziek. Het kind was zo ziek, ontlasting, overgeven. Het was zo beroerd. De dokter laten halen, die kwam, niets bleef op haar maag zitten. S'morgens was ze nog goed, want s'morgens zijn we wandelden ieder morgen. Ik woonde toen nog bij mijn vader thuis. Die had in dat huis, was de bovenverdieping onbewoond. En toen ik pas getrouwd was, woonde ik boven. En we gingen ieder morgen, ik kookte dan voor het gezin. En ik ging ieder morgen gingen we met haar in de babywagen naar de markt. Boodschappen doen en dan kwamen we thuis. Het kind was 's morgens nog goed en het was doodziek. De dokter kwam later op de dag weer. Het kind was maar ziek. Ze brandde van de koorts. En toen kwam de moeder van mijn man, die kwam er. En die haalde de po bij de hand en die maakte blauw water. En wilde, ik zeg, ik wil niet, dat moet niet gebeuren. Ik wil niet, mijn kind, die afgoderij, die rotzooi wil ik niet hebben. En mijn man, die was woest kwaad. Die zegt, bemoei je niet ermee en laat mijn moeder doen wat ze moet doen. Die heeft dat kind gebaat. Die heeft er wat water laten drinken en die heeft gedaan.
En binnen een half uur speelde het kind weer gewoon. En toen zat ik, ja, ze moesten een ograi krara voor haar maken. Ik zeg, om de dode dood niet. Ik begin niet aan die rotzooi. Die dingen moet ik hier niet in huis hebben. En toen heeft mijn tante dat gesust. Ze zegt, weet je wat, jullie zijn van Joden afkomstig. Ik maak een gouden hanger met het ja-weetteken erop. En dat trekt ze aan. Ik zeg, oké, toen hebben we het naar de rabbi gebracht. Die heeft het gezegend en die heeft het onderhals gehad. Maar dat zijn dingen, dat is gewoon onbegrijpelijk. Wat is er op dat ogenblik gebeurd? Komt het door wat ze gedaan heeft? Of was dat kind net over de ziekte heen? Ik heb het veilige, het zeker voor het onzeker genomen. En de andere kinderen hebben hun ook rijkrara gekregen. En ook mijn kleinkinderen hebben het gehad. Dus dan zeg je, ja, er zijn bepaalde dingen die je niet kunt verklaren. Je kunt gewoon niet zeggen, wat is er toen gebeurd? Mijn huisdokter, die kwam, s'avonds om 7:00. En Sheryl, die rende en speelde en die was weer gewoon. En hij zat en hij zegt, wat is er met dat kind gebeurd? Hij zegt, ik denk, ik moet even bij je komen, want ik dacht, ik kom hier een dood kind aantreffen. En ik vertelde hem wat er gebeurd was. Die was een Chinees en die zat echt met ogen van, huh, wat hebben we nu? Dus er zijn dingen die je niet kunt verklaren. Waarom? Ik weet het niet. Zijn er op dit moment in uw leven rituelen waar u zich mee bezighoudt? Niet zoveel. Ik heb een paar jaar terug. Ik voel me aangetrokken tot het hindoeïsme. Maar dat heb ik nu al een paar jaar niet meer gedaan. Ik denk dat het al 4 jaar terug is. Ik denk dat ik nu overtuigd natuur. Hoe moet ik het zeggen? Als ik naar die natuur kijk, ik interesseer me er heel veel voor. Ik heb er een heleboel boeken over. Hoe zit het in elkaar? Hoe zit het hele sterrenstelsel in elkaar? We zijn sterrenmateriaal. Daar heb ik gewoon het gevoel van alles wat je bent, dat wordt vernieuwd. Hoe die vernieuwing komt. Ik zeg ze altijd, als ik dood ben, dan word ik mes, de goede planten op me, dus ik ga niet verloren. Maar om te zeggen dat ik naar een hemel ga of naar iets anders, nee. Je blijft gewoon in die natuur en je kan eigenlijk niet vernietigd worden. Maar dat ik zeg dat ik vleugeltjes ga krijgen of zo, nee, daar geloof ik niet in. Waar zou je begraven willen worden? Ik wil niet begraven worden. Gecremeerd. Ik word gecremeerd en ik word in de zee gegooid. Ik wil gewoon in de zee gegooid worden. Ik wil niet op het strooiveld. En daar heb ik alles al voor geregeld. Ja, ik heb, ben een paar jaar terug ben ik heel ziek geweest. Alles is al klaar. Ik wil ook precies zo naakt als ik gekomen ben, precies zo naakt wil ik gaan. Ik word alleen in doeken gewikkeld. Ik wil ook niet in een kist. Heeft dat met een bepaalde religie te maken? Nee, helemaal niet. Het liefste zou ik naakt gaan, maar ja, dan krijgen de mensen die om de crematie komen, krijgen een shock van hun leven. Dus dat zullen we maar niet doen. Dus ik heb een geweven, 2 bij 2 meter is het, geweven hele grote doek, dubbel geweven doek, en daar moet ik ingewikkeld worden. Ik heb alles voor ze getekend, de lintjes om het vast te binden, alles ligt er al. En ik wil gecremeerd worden en ik wil in de zee gegooid worden. Vroeger had ik zoiets van, ik wil in de Atlantische Oceaan. Maar ja, ik zal de kinderen maar niet met die rotzooi opschepen. Dus wat mijn jongste zegt, al die medicijnen die jij gehad hebt en de volgende dag, dan liggen alle vissen met hun buik naar boven in de zee. Nou ja, dat moet je ook eens een keer gezegd zijn. U wilt in de zee uitgestrooid worden. Heeft dat
toch niet met een bepaalde religie te maken? Ja, mijn eigen religie. Omdat we allemaal uit de zee zijn voortgekomen, dus ik wil naar de zee terug. Alle leven is uit de zee gekomen en daarom wil ik terug naar de plaats waar ik vandaan kom. Eigenlijk zou ik naar de sterren moeten, maar ja, dat is een beetje moeilijk. Dachten uw voorouders er ook zo over? Ik denk het niet, want ik ben, net wat ik zeg, ik ben christelijk opgevoed. Ik weet dat mijn overgrootmoeder, die heeft een opleiding gehad wat niet gebruikelijk is. Haar vader was een vrij man en de slavernij is afgeschaft toen ze een jaar of 13 was. Maar die was echt een vrome christen. Die zat iedere dag lessen uit de Bijbel. En een van de mooie dingen van haar vind ik, ze is thuis overleden. Ze was 99 jaar oud en haar man was een Belg. En die heeft in de militaire dienst gezeten in Suriname, politie, militaire dienst. Die heeft expedities geleid naar het binnenland en verschillende dingen gedaan. Dus ze had iets met militairen. En tijdens de oorlog zat ze altijd bij het raam. En als de mensen langs marcheerden, de militairen langs marcheerden, dan wuifde iedereen als ze kwamen. En ze wisten precies dat, oma de Maaschalk. En dan wuifde ze even. En ze had altijd erover gehad dat ze 100 is, dan wil ze militaire muziek wil ze hebben. En een dag zit ze en ze zegt plotseling van, ik geloof niet dat de Heer me 100 wil laten worden. Ik voel dat hij me eerder naar huis gaat roepen. En ze heeft 4 dagen heeft ze gelegen daar. En ja, ze lag maar te ademen en het ging naar het einde. En wij als kinderen speelden eromheen en iedere keer gingen we naar mijn grootmoeder. Ze is dood, ze is dood, ze is dood. Nee, ze kwam kijken. Demtien, die zo'n verjaar, een vrouw, nog dit het, hè. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat toen ze de tweede of de derde dag zo heel stil lag, ze heeft met niemand meer gesproken, kwam een broeder van de kerk, want in de vrije evangelisatie heb je geen dominees. Je hebt broeders of zusters die de preek dan nemen of die de dingen doen. En die kwam er en die roept er, mevrouw de Maaschalk, ik ben het, broeder Bluffpand. En ze doet haar ogen open. Hij heeft gelezen uit de Bijbel, ze hebben gebeden, ze heeft haar ogen dicht gedaan en ze heeft met niemand meer gesproken. Mijn grootmoeder, die heb ik nooit zien bidden. De moeder van de... Van mijn moeder, dus mm-hmm. Haar schoondochter. Die heb ik nooit zien bidden. Die ging ook nooit naar de kerk. Dus dat is een typisch voorbeeld in het gezin zelf. Onze pleegoom, laat me maar zo noemen, dat was een Hindoestaan van wie de hele familie verdronken was. Die is thuis bij ons opgevoed, dus bij mijn grootouders, op Allianz. Die was een vrij bekende figuur in Suriname, Johannes, die overal die essences verkocht, maar die heel geliefd was om preken te houden, om diensten te houden voor de mensen. Als er iemand overleden was of als er verjaardag was, ging hij altijd er naartoe. Omdat hij, dat was dus, die was heel vroom christen. Mijn tante ook, oudste zus van mijn moeder en mijn moeder ook. Maar mijn oom weer niet. Ik weet niet eens of hij gedoopt is trouwens, ik ben ook niet gedoopt. Want bij de vrije evangelisatie word je gedoopt nadat je je belijdenis hebt afgelegd. Word je gedoopt, word je ook echt ondergedompeld. In de kerk was dan een hele grote bak en dan werd je ondergedompeld, dan werd je gedoopt. Dus daardoor zijn mijn zus en ik zijn niet gedoopt. En mijn broer, ik heb een jongere broer gehad, die is overleden toen hij 15 was. Op zijn 14e jaar had hij er behoefte aan om gedoopt te worden. En hij is gedoopt. Maar het gekke is, ik ben nooit gedoopt, dus ik behoorde nooit tot de gemeente. Mijn geloof is helemaal gaan veranderen toen deze jongen dood is gegaan. Ik heb zo gebeden dat hij weer in leven moest komen en het is niet gebeurd. En toen had ik zoiets van, nou, toen ging ik over het geloof nadenken. Je hebt mensen die fatalistisch zijn, die vinden van,
die geloven in voorbeschikking. Dat geloof ik niet. Want ik heb ze altijd gezegd, die God van jullie, van wie jullie preken, dat hij een God van liefde is, ik kan me niet voorstellen dat hij dan zulke wreedheden en zulke dingen toelaat. Dat kan ik niet accepteren. Als hij een God van liefde is, dan zou hij zeggen dat hij almachtig is, dan zou hij dat soort dingen zou hij moeten tegenhouden. Hij zou moeten ingrijpen. En dat doet hij niet, dus voor mij bestaat hij niet. Wat wel, ik heb verschillende religies heb ik echt bestudeerd. Het hindoeïsme kon ik alleen in het Duits vinden. Ik heb de islam heb ik bestudeerd. Ik heb het christendom, Bijbel ken ik van voren naar achter en van achter naar voren. En ik heb geen van ze met hun dogma's en hun dingen, heb ik me zelf terug kunnen vinden. Ik heb toen voor mezelf gezegd van, ik heb het er heel, heel moeilijk mee gehad. Omdat ik wel eens jaloers kon zijn op mensen die bepaalde dingen kunnen accepteren, omdat hun God het zo wil. Dus voor mij is het verschrikkelijk moeilijk geweest. En ze vinden er ook troost in. Dus voor mij is het heel moeilijk geweest om mijn eigen weg te vinden. Om te zeggen, dat is mijn weg. Want van overal hoorde je dan van vriendinnen, Faikantakso. Hoe durf je dat te beweren? Ik respecteer hun, ze moeten van mij ook doen. Dus dat is, het is een hele moeilijke weg die ik gegaan ben om voor mezelf te zeggen, nee, we zijn materiaal wat iedere keer vernieuwd wordt. Niets kan vernietigd worden. En er is nog nooit iemand geweest die zoiets heeft kunnen scheppen. Je kan niet je hand in de lucht steken en zeggen, nou, ik heb dit of ik heb dat. Dus ik heb het er heel moeilijk mee gehad. En het is eigenlijk sinds de laatste 7-8 jaar dat ik voor mij die rust heb gevonden van, nee, dit is goed. Dit is wat ik voor mezelf wil hebben. Ziet u zelf als een rolmodel? Nee, ik... Nee, ik zou de mensen niet durven zeggen dat ze moeten doen zoals ik het heb gedaan. Want ik heb verdomd veel fouten in mijn leven gemaakt. Dus, maar wat zou u wel willen zeggen? Leer elkaar accepteren zoals je bent. Leer waardering te hebben voor een ander zoals hij is. En probeer niet jouw mening op te dringen aan een ander. Je mening mag je zeggen, maar laat de ander vrij om dat te accepteren of niet te accepteren. Want het... En omdat we elkaar niet vrij laten, zijn we zo onverdraagzaam. We verdragen niets van een ander. En als er iets gebeurt, dan moet je meteen weer wraak nemen. En daar zit die hele wereld in elkaar. Mensen, deze twee handen zijn gemaakt om liefde te geven. Om elkaar te troosten, om goed te doen. En wat doen ze? Ze vermoorden elkaar alleen maar. Niemand gunt een ander wat dan ook. Niemand gunt de ander iets. Het is allemaal ik. En voor de rest kan ze het niet doen. Daarom heb je ook al die oorlogen. Niemand kan elkaar accepteren zoals hij is. Ik zal maar een klein voorbeeld noemen. De Joden zijn altijd vervolgd. Ja? Die zijn teruggegaan naar een plek waarvan ze vinden dat hun God ze gezegd heeft dat het van hun was. Maar andere mensen woonden daar al 2000 jaar. Diezelfde Joden die zoveel hebben meegemaakt, waarom kunnen ze niet een beetje verdraagzamer zijn tegenover de mensen die daar al woonden? Waarom kunnen ze niet samenleven? Het leven is zo kort. Als je het vergelijkt met al die miljarden jaren dat de wereld bestaat, dan komen wij hier voor 75 jaar en dan denken we dat we het bezitten. Maar dat bezitten we niet.
als ze daar met z'n beiden, de Palestijnen en de Israëli's, een beetje naar elkaar toe kunnen groeien, dan hoeven ze elkaar niet uit te moorden. Nu heb je hier twee religies. Kijk naar Noord-Ierland. Daar zijn het christenen tegen, christenen die elkaar uitmoorden. Is dat de manier waarop we moeten leven? In Suriname? In Suriname zijn ze wat de religie betreft verdraagzamer. Want je ziet dat al die religies daar naast elkaar bestaan. Ze schelden elkaar uit omdat ze er anders uitzien. Maar wat de religie betreft zijn ze verdraagzamer. Want er staat een moskee. Of een mandir staat precies naast een kerk. Ze zijn wat dat aangaat, ze geven wel sneren zo nu en dan van, die kuli of ablakamang. Maar ik heb het gevoel dat ze in Suriname iets verdraagzamer zijn wat religie betreft. Wat de economische toestand betreft en bepaalde dingen, daar zijn ze onverdraagzamer over. Want vroeger was het zo dat de Hindoestaan, die heeft eigenlijk, is een van de dingen die ik zeg. Er zijn bepaalde dingen, zelfs in Suriname gebeurd, die niet eerlijk zijn. Toen de slaven vrijgemaakt zijn, hebben ze niet een stukje grond gekregen voor zichzelf om iets op te doen. Dus die moesten echt van het nulpunt moesten ze beginnen. De Javanen en de Hindoestanen, die hebben nadat ze hun contract hebben beëindigd, hebben ze een stuk grond gekregen waar ze op konden beginnen. Ik vind dat dat nog ingehaald moet worden voor de Kriolen. Dat die ook iets hebben waar ze mee beginnen. Je kan nu zeggen, ja, de Hindoestanen hebben hard gewerkt, maar die hadden iets om voor te werken. De Negers die hebben dat niets gehad. Want daar hebben ze het over, ja, de schande van het werken in de slavernij. Ik denk niet dat het zo was. Want de mensen die daar waren, de Hindoestanen en de Javanen, die waren ook niet beter dan slaven. Die waren gewoon slaven. Die werden ook met verschrikkelijk zware straffen gestraft als ze niet wilden werken of als er iets niet in onder. Ze waren niet meer dan slaven. Maar die hebben een klein beetje beginkapitaal gehad, laten we het zo noemen. Die hebben een beetje beginkapitaal gehad, waardoor ze verder konden gaan. De Nederlanders die zijn gegaan naar Suriname, die hebben ook grond gekregen in Suriname. En dat is belangrijk. Die hadden ook, ja, ze zijn als vliegen zijn ze doodgegaan, dat is wat anders. Maar hun nakomelingen, die hadden dat stukje grond, hadden ze. En dat hebben de Kriolen hebben dat niet gehad. En dat vind ik jammer. Een van mijn volken die ik heel erg respecteer, tegenwoordig gaat dat ook niet zo goed met ze in Suriname, zijn de Bosland-Kriolen, de Bosnegers. Als er mensen zijn die hebben gevochten voor hun vrijheid, dan zijn het die mensen wel. Die hebben echt gevochten voor hun vrijheid. En als je leest hoeveel oorlogen er geweest zijn, er zijn boeken genoeg op dat gebied. Dan zeg je, ja, ze hebben gevochten voor hun vrijheid. Dus die hebben hun grond in de binnenlanden. De Indianen ook, alleen de Kriool niet. En dat is een stap terug. Dat is iets wat ik niet goed kan vinden. We hebben zo'n groot land. Ze hebben 500.000 inwoners. Wat is makkelijker om daar iedereen, voor mij part, ook de Hindoestanen en de Javanen en de andere mensen, een stuk grond te geven. Dat moet toch kunnen. Dat is bijna 5 keer zo groot als Nederland. Met 500.000 inwoners. En tot slot, de Surinamers in Nederland. Hoe ziet u die situatie? Of hoe ziet u uzelf binnen die gemeenschap? Zoveel heb ik niet met die gemeenschap te doen. Ik moet zeggen, ik krijg hier allemaal folders over politieke partijen. Ze zijn nu bezig met Surinamers en andere mensen te pushen. Anders kan ik het niet noemen. Ze willen stemmen hebben van Surinamers. Vroeger heb ik altijd gestemd. Tot ik zo teleurgesteld was in Kok. Dat ik dacht van,
Ik kap er maar mee, op mijn leeftijd, wat kan het me nog schelen. Hij heeft vroeger in de FNV gezeten. En daar heeft hij voor heel veel dingen, hebben ze gevochten voor arbeiders. Ik was ook lid van de FNV, ben ik ook niet meer. Ik ben nooit hier lid geweest van een politieke partij. En alles wat hij opgebouwd heeft, heb ik het gevoel dat hij weer aan het afbreken is. Ja, ik voel me tot geen enkele politieke partij meer aangetrokken. Ik ben fel tegen de VVD en bepaalde het CDA. Ja, daar voel ik me niet in, zou ik me ook niet in thuis voelen. Dus ik heb zoiets van, nou, D66 of Nieuw Links, dat zou ik me nog in terug kunnen vinden. Maar nee. Kijk, op kantoor al had ik daar problemen mee. Toen ik chef was van een afdeling, zat je eigenlijk in een situatie waarin je met werknemers te doen had. Toen al is het me niet in dank afgenomen dat ik gezegd heb van, ik ben geen eigenaar van de bank. Ik ben ook in loondienst van de bank. Dus wanneer jullie zo praten over personeel, dan voel ik mij ook aangesproken. Want ik ben werknemer, ik ben geen eigenaar van de bank. En dat hebben ze me in de directie waarin ik eigenlijk zat, hebben ze me niet in dank afgenomen. Ik vind niet dat je op die manier met mensen moet omgaan. Ze hebben ieder jaar weer was het van hoe duur het personeel is en noem maar op. Maar als het personeel er niet was, kon het niet gedaan worden. Dus dat zijn van die dingen, dan heb ik echt zoiets van, het is echt dat kapitalisme. En er zijn er een paar die doen alsof ze eigenaar van de bank zijn. En dan maakt het niet uit of je Surinamer bent, nee, of Nederlander, maakt dat niet of uit. Marokkaan. Nee, helemaal niet. Dat maakt toch niet uit. Je bent werknemer en dan blijf je werknemer. Ze hebben altijd de goede aan me gehad. Ik heb hier altijd, ik heb wel zitten klagen, ik heb hier gaan en komen heb ik gehad van mensen die kwamen kijken, die zogenaamd bij met je werkten. En wanneer ze bepaalde dingen hadden afgekeken, driehoog achter, zwart gingen werken, dat ik me een keer erover beklaagd heb, dat mijn dochter zegt, ja, maar je moet één ding niet vergeten, het is jouw bedrijf, het is niet hun bedrijf. En dat is ook waar. Ja. En dat, daarmee bedoelt u de mensen die bij u in dienst waren? Ja. Ja, ja. Tot slot, heeft u zelf nog iets toe te voegen aan dit geheel? O, hemel. Nee, het enige wat ik zou willen is dat... want als je de situatie, de wereldsituatie op het ogenblik bekijkt... Ik heb 3 kleinkinderen, dan breekt me het angstzweet breekt me uit. Want als het zo doorgaat, dan sturen we aan op een derde wereldoorlog. En er is zoveel onverdraagzaamheid over de hele wereld, dat het me gewoon kwaad maakt. Het irriteert me. Ik ben woest. Want er zijn dingen gebeurd die... niet moeten gebeuren, maar ieder actie of ieder reactie heeft een actie. Niemand gaat zomaar een vliegtuig nemen en boren in een gebouw. Als er geen dingen van tevoren gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen. En nu wordt het allemaal, alle sterke. Er zijn al zoveel zwakken over de hele wereld. Nu vallen alle sterken vallen over de zwakste weer. En als je dan hoort dat ze willen gaan naar Somalië, ze willen dit doen, ze willen dat doen. Dan heb ik gewoon het gevoel, omdat je die wapens hebt en omdat je de middelen hebt, kun je het doen. En dat doet pijn. En dat is niet waar ik voor kies, voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dank u wel.